Het hele weekend wordt er hier in Noordbroek gecrossed en gepronkt met buggies. En ze komen overal vandaan. Uit alle windstreken zijn de liefhebbers hier met hun wagentjes neergestreken. Zo'n 200 in totaal. Ik ben Boes Ronald, ik kom uit Tongeren, België. Ik heet Christiane en we komen uit Wuppertal, Duitsland. Mijn naam is Dave Higgins en ik kom uit Ipswich in Suffolk in Engeland. Ik ben Joey Minke, ik kom uit Veendam, 27 jaar. Ik ben besmet met de buggyvirus. En Joey is bepaald niet de enige, want zo ongeveer iedereen hier is besmet met dat virus. Ja, het is eigenlijk dus om een onderstel van een kevertje is het gemaakt. Dus gewoon een kevertje, een topje eraf. Nou, hou je een bodempje over. En die kort je in. En daar zet je inderdaad een polyester body bovenop. En dan heb je inderdaad je buggy. En iedereen maakt natuurlijk dan naar smaak. Met eigen bandjes, eigen wieltjes, eigen kleurtjes en eigen ideeën, zullen we zeggen. Zo op zijn Limburgs klinkt het dus eigenlijk best simpel. Mag jij daar naar boven? Toch vraag je je af waarom dat buggyvirus zo lastig te bestrijden is. Onze Joey weet het antwoord. Er is niks mooier dan lekker als een kind lekker in de zandbak spelen met een autootje. Daar is die voor, het is een leuke hobby. Het is gewoon geweldig. Vooral met dit weer erbij, heerlijk.